oranje spullen weer de kast in. Maar nee, in Den Haag hebben ze alles nog uit de kast gehouden, want ze zijn met hun hoofd al bij het EK voetbal. Duurt nog even, toernooi begint pas half juni. Maar de straatversieren, dat is in de Hofstad vandaag al begonnen. En wie deze ochtend meehelpt om de straat oranje te kleuren, dat is ons verslaggever Sibel Unemli. De bomen zijn al ingepakt, zie ik achter je. Maar wat gaan jullie doen vandaag? Ja, niets, maar dan ook niets is veilig. Inderdaad, de bomen, de prullenbak, de brievenbus. En ja, je denkt zoveel moeite. Waar doen we het voor, Danny? Natuurlijk voor de EK. En welkom in de beste straat van Nederland. En we gaan voor de mooiste oranje straat van Nederland, ja. EK is nog ver weg. Waarom begin je nu al en ook zo vroeg? Nou ja, zo vroeg. We moeten best wel heel veel spullen neerhangen. We hebben 65 kilometer vlaggetjes neer te hangen. Het is een dubbele straat, het is een brede straat. Dus er wordt heel veel neergehangen met verlichting toestand. Ja, het is echt niet normaal veel oranjeversiering komt te hangen. Echt heel veel. Hey, en ja, denken mensen niet, is hij niet gek of zo? Het is best wel veel werk, toch? Nee, ja, het is inderdaad veel werk, maar we zijn gelukkig met veel jongens. We hebben vrijgenomen van de werk, dus ja, dat scheelt. De buren vinden het fantastisch, de buurt vindt het leuk. Dus ja, waarvoor niet? En ik bedoel, doe het dan de hele tijd. Dus daarom. Wat leuk. Nou, ik ben nog de hele ochtend hier en ik ga natuurlijk ook een handje meehelpen. En misschien ook leuk om te weten dat oranje, dat trok ook iemand van de koninklijke familie. Enig idee wie dat was? 2021. Ja, en dan het weer. We zagen het al bij Sibel. De ochtend begint droog